Ons het nou so lekker gesels oor vriendskap die afgelope klompie weke. Oor die ontdekking van een vriend, oor die waardering van een vriend, oor een proces van groei in vriendskap, om in een vriendskapskring mekaar niet raak te sien en te waarderen en die invloed wat ons op mekaar het te waarderen. Maar weet julle wat, daar is ook een ander kant, daar is ook een donker kant aan vriendskap. En die donker kant is wanneer vriendskap beëindig word. Dis die slechte kant, want dikwijls as een vriendskap beëindig word, sit een mens met allerhande seer emoties. Daar is frustratie, daar is partykeer teleurstelling, daar is woede, daar is hartseer, daar is pyn. Partykeer sit een mens selfs met een stukkie gegriefdheid wat in jou hart achterbly. Ek het in die preek wat oor hierdie onderwerp gaan gesê, dat vriendskap op drie manieren kan eindig. Die eerste manier is op een natuurlijke manier, wanneer mense van mekaar af wegbeweeg. Dit kan wees dat ek een goeie vriend het wat Kaap toe trek, en die contact word net minder, en op een natuurlijke manier word die afstand net meer. Die tweede manier is die rouwsmart, wanneer een mens iemand aan die dood afstaan, een goeie vriend oor wie jy rouw, wat baie, baie nabij aan jou hart was. Dit is een baie seer ervaring. Die derde manier is wanneer daar konflik gekom het tussen vriende. En dit is die moeilike een. Dit is die een wat ek nou een bykie wil hê dat ons na moet kyk. Wanneer daar konflik gekom het, wanneer daar verlies is van vriendskap, omdat een mens seer gekry. Die ou mense het een uitdrukking wat hulle gesê het, die naaste, die makste perds kop die seerste. Die een wat die naaste aan jou hart is, kan jou die grootste pyn laat ervaar, want dis die een van wie jy dit nie verwag nie. En wanneer een vriendskap in konflik eindig, omdat het iemand was wat nabij aan jou was, is dit seker van die seerste ervarings wat een mens kan hê. Nou, die rede daarvoor was, hoekom een mens so seer kry, is omdat een vriendskap wat op hierdie manier deur konflik uit mekaar gaan, dikwels is as gevolg van een ruzie, of van een misverstand, of van een argument. Jy weet waarvan ek praat, jy beland saam met iemand in een situasie en jy probeer jou vriend oortuig. Dit is iets wat vir jou belangrijk is en jy wil graag hê jou vriend moet het verstaan. En hy wil nie hoor nie, hy wil nie luister nie. Hy stel nie belang om te luister na wat jy vir hom sê nie. Dis asof dit wat jy vir hom sê soos water van die eense rug afloop. En jy sit met een gevoel van machteloosheid, van frustratie, van woede selfs, van teleurstelling. En die vriendskap is besig om uit mekaar uit te drijf. Jy kan oor die onderwerp nie meer praat nie. Jy kan nie by mekaar uitkom nie. Jy vind mekaar nie rondom een bepaalde situasie. Jy moet nie alleen voel wanneer jy die belewenis het nie. Want die groot apostel Paulus het ten minste twee keer, en nou praat ek nie van met vreemdelinge nie, met mense wat nabij aan hom was, sulke konflik beleef. Die ene was met die apostel Petrus. As jy mooi wil gaan lees oor wat daar gebeur het, gaan lees in Galasiërs 2 vers 11 tot vers 14. Wat het gebeur toe Petrus en Paulus, die twee groot apostels, teenoor mekaar te staan gekom het en hierdie konflik beleef? Die ander ene is met Barnabas. Nou Barnabas is 'n interessante man. Hy was die oom van Johannes Markus. Johannes Markus, Markus wat die evangelie geskryf het. Hy was baie lief vir Paulus en hy was baie lief vir sy neef Johannes Markus. En toe het hulle saam besluit, Paulus en Barnabas, om op 'n sendingreis te vertrek. En julle kan vir julleself die opwinding van daardie situasie voorstel. Ons gaan die evangelie in Klein-Asië verkondig, ons gaan die koninkryk van God gaan ons daar uitbrei. En Johannes Markus gaan saam, waarskynlik nog 'n jong man wat saam gaan. En toe loop dinge skeef. Toe loop dit radikaal skeef, so dat daar geskryf staan, daar was 'n verbittering, daar was 'n bitterheid, wat tussen die twee groot godsmanne ontstaan het. Nou, dit is die slegte, wanneer daar konflik kom, en wanneer daar die verwydering, en daar die verbittering, en daar die afstand tussen mense kom. En ons weet, dat dit baie keer op een muur uitloop wat nie oorbrug kan word nie. En hoe baie jy daaroor praat en bid en probeer, niks oorbrug dit nie. Maar daar is 'n ander moontlikheid. Daar is die moontlikheid van versoening in konflik. Het dit gebeur,
tussen Paulus, misschien Barnabas, Marcus, het daar verzoening gekomen? Jullie gaan die verhaal, gaan jullie nou naspeur in die Bijbel. Wat het gebeur? En jullie gaan bij sy uiteinde kom. Jullie gaan bij je uiteinde kom waar daar, wat eindelijk zo so mooi is, dat de mens amper tranen in je oor krijgt. Jullie gaan bij je uiteinde kom waar een jong mannetje wat die oorzaak van verbittering tussen twee wonderlijke godsmannen was, een krachtige instrument in die hand van die Heere geword het. Verbittering, konflik, verlies, versoening. Ons moet net ons oor oopmaak en ons sal Godse hand binnen in sulke situasies sien. Julle moet lekker gesels en julle moet vir julle self afvra, hoe kan ek daar die wonderlijke waarheid wat ek hier geleer het, ook in my lewe en in my vriendskappe van toepassing maak? Kom ons bid saam. Heere onze God, U is een wonderlijke Heere, U is die koning van die konings, ons het U so lief. Dank U dat U heel maak waar daar stikkend gebrek is. En ek wil bid dat elkene wat nou in hierdie gesprek sit, sal beleef hoe U in hulle harte werk. Dat elkeen van ons met goddelike vrede toegerus sal word. Ons bid het in U naam. Amen. Vrede vir julle.